Welkom. Dankjewel. Stiekem staat je leraar hier achter de camera, want je hebt eigenlijk Nederlands les. Ja, veel pressie. Ja, gaat goed, hè, volgens mij met het... Ja, ik denk. Ja. Ik weet dat iedereen in Holland praat heel goed Engels. Maar ik vind het belangrijk om Nederlands te leren. Zo, ik probeer. En waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, ik heb... Mijn zoon is 5 jaar en is op school. En hij is erg goed het Nederlands. Ja. Ik moet ook proberen. Zo, misschien kan ik hem helpen in school next jaar. Ja. Zie je dit echt als zeg maar je nieuwe thuis? Ja, misschien ben ik een klein beetje Nederlander nu. Ik probeer en ik heb mijn familie hier ook. Zo. Ik vind het goed. En als je het niet eens bent met de scheidsrechter, praat je dan in het Nederlands of toch dan even uit frustratie uit in het Engels? In Deens. In het Deens, ja. Zodat hij het niet verstaat. Dan weet hij dat hij het niet verstaat. Maar je gezicht zegt dan waarschijnlijk genoeg. Ja, ja. Hoe vind je het hier bij ADO? Heb je het naar je zin? Ja, ik vind dit prima. Een mooie stad, een mooie club. Ik vind het erg leuk. Ik ben erg tevreden met mijn... Wissel van Denemarken, een Deense club, een Nederlandse club. Dat is prima. Heb je al inmiddels ook een beetje de Haagse mentaliteit? Ik weet niet, ik denk niet, maar we proberen. Martin woont in de stad en ik ook. Maar ik vind de Haag als stad is erg prima. Dat is veel leuk. Je zit goed op je plek. Ja. Op naar het volgende seizoen. Oh, nou.